Lorindale. Ah. Bobby did Lorindale. っていうのは、誰もが普通に食べられるものというよりは、苦手な人も比較的いる感じのものだとは思うんですよね。独特の臭み。それからプニプニっていう食感。Nee, het was een hele bijzondere voorstelling. En mijn zus die heeft Japans gestudeerd, dus voor haar was het weer eventjes oefenen met Japans. En het was, nou hoorde ik net ook al, de kracht van de herhaling was gewoon heel duidelijk. En het tempo wat erin zat en heel knap ook gewoon precies, zodra het lied afgelopen was, ook was de tekst klaar. Dus heel knap gedaan en heel duidelijk goed geregisseerd. Duidelijkheid en... Ja, de boventiteling, dat vond ik eigenlijk... In het begin dacht ik van, nou, misschien stoort me dat ik niet genoeg aandacht voor de spelers heb. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet storend. Ja. Dus net zoals met een tv-serie, daar ben je heel snel aan. Dus ik vond het een hele mooie, bijzondere voorstelling. Ik denk dat ik 23°C. Ja, het feit dat er blijkbaar iemand aan de airconditioner zit en dat ze daar dan moeilijk over doen om hem terug te durven zetten, dat vond ik wel herkenbaar. En op een gegeven moment zag ik de acteur die lag zo slapend over tafel. En dat was toen ik in Japan was, zag je daar ook iedereen in de bieb, die lag daar gewoon zo te slapen. Dat dacht ik, dat is echt typisch. Heel ja, knap gedaan. Heel, en met die herhaling moet dat ontzettend ingewikkeld geweest zijn om dit zo in te studeren. Ja. Dus... Ontzettend knap gedaan en erg leuk. Ja. Maar ik was erg door gegrepen. Ik vind, ja, absoluut. Omdat ik die herhaling, de kracht van de herhaling, vond ik geweldig werken. En ik vond uiteindelijk, dit doet er helemaal niet meer toe. Of deed er helemaal niet meer toe, wat uiteindelijk de tekst inhield. Het ging om dat wat niet gezegd kon worden... moest op de een of andere manier geuit worden. En dat is, vind ik dan typisch Japans ook weer. Er speelt van alles altijd in de Japanse samenleving... wat niet rechtstreeks gezegd kan worden. Het moest altijd indirect gedaan worden. En dat hebben ze via die bewegingen... De bewegingskunst... hebben ze dat ontzettend goed ingevuld of aangeraakt. Is maar hoe je het wil zien. Ik ben er erg door getroffen. Ik vond het geweldig. Ja, dank je. Ja, I did some exaggerations, but the なんだろう。The bad, yes, but the essence. Yeah, but the Japan, I think Japanese have essence, which the performance. Exaggerate from. So, I think the Japanese audience can sympathize also, can be confused. They can experience the both way, I think. Who did?